Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen, hier zijn we weer. Met een gloednieuwe video. Mensen, bedankt dat jullie op onze kanaal zijn gekomen. Bedankt dat jullie op onze kanaal hebben geklikt. En dat jullie op abonneren hebben gedrukt. En op het belletje, weet je wel, dat je gelijk als eerste aan de video bent. Hoe heet ik? Brahim. Brahim. En jouw naam is? Bilal. Bilal. En samen zijn we? Wat ben jij van mij? Je bent mijn? Bruh. Nee, broertje. Alleen Bilal is ledig en ik niet. Ik ben knap. Laat ik er nog voor, jongen. Hey, mensen. Vandaag hebben we weer een hele mooie video. Want wat gaan we vandaag doen, Bilal? Douglas. Hè? Douglas. Douglas? Jij bent heel... Jij sport echt niet, jij. We gaan vandaag... Basketballen, gaat dit aan. Basketballen. We hebben een aantal meiden. Ik hoor alleen maar positieve verhalen over ze. Ze gaan het helemaal zelf vertellen hoe het is begonnen. Maar dit zijn grote talenten. Eén van de grotere talenten in... Eeuw, gek. Ben je een kind en heb je een bepaald talent of wat dan ook? Check hoe zij hun succes gaan halen. Dus, ben jij een talent? Denk jij dat jij iets speciaal kan? Of jouw team? Of wat dan ook? Laat het ons alsjeblieft even weten in de comment. En wie weet... komen we jouw kant op. Want wij zijn echte, 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 echte... echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... zijn we tijd. Positiviteit. Aarde. Aarde dankjewel. Voilà. Video. Lol. Hi. Lopen je zot? Ja, ja, ja! Jawel, jawel! In de building! Alles goed, bro? Goed, maar met jou? Goed, man! Hey. Hoe is het, Bilal? Alles goed? Dit ziet er wel dik uit! Dit is geen grap, hè. De jeugd speelt hier en de andere spelen, laat me zeggen, geen 5 mei van. Maar dit is echt helemaal voor de jeugd gemaakt. Gruwelijk! Hier beneden is de zaal. Doe die dans, losjes! Ze weten hoe ik move, vlotjes! Stek groen, wat de blauw krijgt bosjes! My boy boos, hij jaagt op klokjes! En die shit voor jou! Jermaine, man. Ja, toch. Ik maak je alleen maar mee eigenlijk op kantoor. Ja, een beetje zakelijk. Strak in pak, nu is het gewoon. Hoe voelt dit zo? Dit is ik ben, man. Dit is ik ben, gewoon relaxed. Ja, toch. Maar wat de mensen denk ik niet weten is dat jij zelf ook basketballer bent geweest. Ja, met deze lengte. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Ik voel hem wel aankomen, ik voel hem wel aankomen. Je levert echt topsport op werk. Ja. En daarnaast natuurlijk het basketbal. Wat heb je eigenlijk met basketbal? Wat is... Ik heb iets met sport, man. Het is niet alleen basketbal. Ik hou van echt alle sporten waar een bal in zit eigenlijk. Als elke jongen uit de Volkswijk was ik aan het voetballen. Ja. Maar ja, voetballen, je weet zelf, buiten, winter, koud trainen en was zo. Was niks voor Antilliaan. Nee, niks voor Antilliaan. Dus toen, zodra het laat me zeggen, basketbal werd. En ik zag gewoon basketbal in de zaal. Altijd warm. Nooit regen, nooit sneeuw. Toen dacht ik van ja man, dit is mijn sport. Ik kwam binnen 2-3 jaar kwam ik in het eerste team terecht. En dan speel je tegen de andere provincies. Ja, selectie Nederlands team. We zijn 3 keer Nederlands kampioen geworden. Dus het is echt heel snel gegaan. Toch? Ja. Uiteindelijk krijg je een prachtige dochter. Ja. Wat had zij ineens met basketbal? Ja, in het begin niet zoveel. Ze wilde ballet, ze wilde paardrijden. En ik vond het allemaal best, weet je wel. Ik dacht van, ze moet vooral haar ding doen. En zolang ze maar iets met sport doet, vind ik het goed. Ja, deze man die, ja, die is echt 7 dagen per week is hij gewoon bezig. Mm. En uiteindelijk maakt hij, wat er ook gebeurt, maakt hij tijd vrij voor zijn kinderen. Om te zorgen dat ze uiteindelijk hun succes behalen. En dat is, ga vooral zo door, man. Dankjewel, en, man. Echt diep respect. Dankjewel, en we gaan in ieder geval Jaylee gaan we in ieder geval interviewen. Yes, tot yes. Tot zometeen. Alleen maar liefde. Hoe kom jij nou weer aan die fles? Hm? Hoe komt deze gozer weer aan die fles? Ja, van mij. Oh, maar laat het lekker drinken. Hij denkt dingen in één keer leeg, vriend. Brian Vlogs. Na een locomotief is Zwolle het team waar de meeste punten... tegenkrijgen. Gaat alles bijna de rebound in. Dus de bedoeling is dat we hebben uitgeboxen gaan. De delen. Een aanval, door zelfs vorige wedstrijden, van 5 en 9 hebben we een heel goed aanval rebound in. Dit verloopt. Maar we kunnen dat eerste deur zijn, we kunnen een andere. Ja.
We gaan gewoon goed spelen, let's go. Bring it in. Kom, dames. Kom maar, stop. Als dat goed gaat, heel goed loopt het. Maar als je paas snijdt naar de voorlangs. Work out! Wow. Hey! Richard. Ja. Hebben ze 4 fout of niet? Ja, goed. 3 of 4 fout? Ja, goed, ja. Fouten? Ja, 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 goed, ja, ja. Ja, graag. Maar ze drie keer een Hoi mensen, nu zijn we weer. Vandaag jongens, vandaag. Hey, ja, maar hallo. Wat is het? Oh, dat mensen. Hey, hallo, we beginnen met de interview. Ja, jongen. Dames, ja, sorry, het was even een beetje een vreemde intro. Maar van harte gefeliciteerd, man. Dank u wel. Hoeveel hebben jullie nou uiteindelijk gewonnen? 79-45. Voordat we gaan beginnen, hoe heet jij? Kiara, Jaylee en Safa. Als jij nou zou moeten zeggen, wat is het verschil tussen jullie drie? Zij is langer. Nee. Jij bent meer van het schieten. Ja, ik ben meer van het schieten. Ik ben heel veel aanval. Ik ben gewoon allrounder. Jaylee, wat voor opleiding volg jij? RTC. En wat houdt RTC in? Ja, je moet voor school moet je trainen om 7:50 en ook op maandag ook na school. Dus voordat school begint, ja? Hoe laat begint school? 8:30. 8:30, oké, dus dan, dat is al gewoon redelijk vroeg. Ja. Maar voordat school begint, dan start de training? Ja, dus 7:30. En we missen dan ook eerst 2 lessen van school. En die halen we dan weer later in. Oké, en dus hoe laat begint de training dan? 7:30. Oké, mensen, 7:30 beginnen deze dames met trainen. Sommigen zitten dan waarschijnlijk nog de Netflix tijd. Maar hoe laat staan jullie dan op? 6:00. 6 jij 5:00? Ja, want ik kom heel ver in Katwijk. 6:30. Wow. Jij 6:30 en jij? 6:00. Oké, okay. Wat is dat voor soort opleiding dan? Het is eigenlijk een topsportopleiding. Je krijgt verlof van je school om 2 lessen te missen. En die kun je dan later inhalen omdat je dan traint. Bij de training gaan ze je helpen met de punten waar je nog zwak in bent. Dus dan gaan ze je daarmee helpen om vooruit te komen. Wat zou jij later willen worden? Advocaat en nog steeds met basketbal bezig zijn. Oké, okay, dat is wel echt serieus werk. Ja. Is dat een speciale reden voor waarom je dat wil? Ik hou gewoon heel veel van praten. Mensen helpen. Ja, mensen helpen. Voor mensen opkomen. Ja, dat is iets voor mij. Oké. Okay. En Jay, wat zou jij willen worden? Ja, ook wel advocaat of dierenarts. Dierenarts? Maar ook nog wel met basketbal. En jij? Ik zou eerst naar Amerika of Spanje, gewoon heel hoog basketballen. En dan makelaar of sportinterviewer. Wat betekent succes voor jullie?
Zo. Succes is dat je het leuk hebt om sport te doen en plezier hebben. Ik denk hoog basketballen en plezier erin hebben, want als je geen plezier in hebt, ja, waarom doe je dan? En ik denk ook, ja, gewoon succes, vrienden, familie om je heen, denk ik. Gelukkig zijn. Weet je wat me nou opvalt aan jullie? Is dat niemand het heeft over geld. Of over kleding, of over... Ik denk er niet aan. Wel fijn om geld te hebben. Maar dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. Maar ja, gelukkig is dat nummer 1. Wat probeer jij nou weer allemaal aan het doen? Hallo, Sinterklaas is er nog niet. Hallo. Hey, hallo. Als jullie jongeren zo mogen aanspreken, wat zou jij tegen die jongeren willen zeggen? Volg je droom en laat je door niemand tegenhouden. En als je iets wil, doe het dan. Ik wil jullie vooral echt heel veel succes wensen. Echt, jullie zijn echt voor. Ik ben echt super dankbaar dat ik hier bij mocht zijn. Ik ben dankbaar dat ik hier Zijn we heel graag bekende mensen. Ja. Ik wil in ieder geval tegen jullie zeggen, stel je voor, je hebt een bepaald talent ergens in. Je wil met je voetbalvereniging of met je klas of wat dan ook. En je wil dat Bilal en ik langskomen. Zet iets even in de omschrijving en dan gaan wij proberen langs te komen. We kunnen je uiteraard niks beloven. Wat zeggen jullie altijd na zo'n wedstrijd? Work hard, play hard! Oké dan. Graag gedaan. Jouwe mensen, hier zijn we weer. Jouwe mensen, hier zijn we weer. Jij moet als eerst beginnen, ik kom daarna. Oké, mensen, vergeet niet om te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet om op het belletje te drukken, zodat je als eerste video krijgt. Hoe vond je het eigenlijk, Bilo? Goed. Vond je het goed? Ja. Vond je het leuk? Ja. Wie was de beste? Leider. Was Leider de beste? Hey, 071! Ik vond het gewoon echt super tof om deze jonge talenten, een van de grootste talenten, te volgen. Maar uiteindelijk, je ziet dat deze dames gewoon om half acht... Feyenoord. Hey, hallo. Ajax. Je ziet dat deze dames om half acht starten. Ajax. Ja. Ja, dat is gewoon lijp. En ze hebben doelen, ze willen basketbalsters worden. Maar als ze dat niet redden, om wat voor reden dan ook, dan willen ze gewoon advocaat, dierenarts, noem maar op worden. Weet je, ik hou van zulke jongeren, echt. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Ze moeten... Abonneren. Abonneren, want wij zijn echt de echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen, tijd. Zo zijn we tijd. Positiviteit. Top dames, super bedankt allemaal. De vaders, ouders, moeders, trainers, weet ik veel. BS-leider, super bedankt dat wij uitgenodigd zijn. Alleen maar liefde. Arvedeci. Alleen maar liefde, why. Alleen maar liefde, why. Jeu het Ibrahim, why. Jeu het Bilal. Jeu het Ibrahim, why. Jeu het Bilal. Eeuw, het Ibrahim, wai. Eeuw, echte mannen, wai. Positiviteit, wai. Activiteit, wai. Negativiteit, wai. Geen tijd voor, wai. In wegen door, wai. Brain flow.